Welkom hier op Bessensap. Science can and should be shared with everyone. And science journalists and communicators have unique skills and we should put them to work and change the world. Welkom op deze bijeenkomst hier van de Bessensap, waarin de namen van de laureaten bekend worden gemaakt voor de Spinoza en de Stevin-premie. Wat vond je het meest leerzame of inspirerende wat je vandaag hebt meegemaakt? Lastig. Het was allemaal heel erg inspirerend. Ik denk toch hoe je een kinderboek moet schrijven. Ik kom hier om dingen mee te krijgen die ik op mijn standaard technische universiteit niet hoor. Eigenlijk vond ik het meest inspirerende een praatje over een nieuwe manier om Frans te leren, aan leerlingen. Ik vond de openingslecture van Deborah Bloom vond ik erg leuk. Het enthousiasme waarmee zij kan vertellen over scheikunde en kan laten zien hoe je gewoon scheikunde interessant maakt door een leuk verhaal aan vast te knopen. Het is heel belangrijk dat mensen over hun wetenschap praten en zo'n concept als Science Battle, dat traint dus wetenschappers om dat op een goede manier te doen en naar een groot publiek te brengen in theater. Ja, geweldig.